Hey Waterman, leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 6. En dat is van maandag 3 februari tot en met zondag 9 februari. Dus dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor de Waterman gaat brengen. Dan lijkt het Waterman alsof deze week voor jou een week is waarin je besluit om de stoute schoenen aan te trekken en een bepaald besluit te gaan nemen en actie te gaan ondernemen. Vooral die actie in een onbezonnenheid, dat lijkt een stuk te zijn wat deze week voor jou eigenlijk tot de week maakt waarin je heel prettig in je vel gaat zitten. Ik heb het gevoel dat je echt kiest voor gezelligheid, voor warmte, voor het begonnische leven. Dus je lijkt echt te kiezen voor een stukje warmte met mensen. Lekker een beetje misschien maar aan de oppervlakkige kant, maar wel een heel prettig stuk. En daar zit voor jou ook een bepaalde herinnering aan. En die herinnering, dat geeft je eigenlijk weer een bepaald gevoel alsof je... Alsof het heel vertrouwd is. En dat hoeft niet per se het vertrouwde stuk te zijn. Maar het is eigenlijk de situatie alles bij elkaar. En daarom kies je ook echt voor die warmte en gezelligheid. Ik denk dan ook dat het een week zal gaan zijn. Waarin je veel onder de mensen bent. En waarin je ook echt veel kan genieten van alles wat het leven te bieden heeft eigenlijk. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik wil natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.